Forum voor Democratie was een van de grote winnaars van de Provinciale Statenverkiezingen Gelderland op 20 maart. Verslaggever Esther Kieft vroeg de Arnhemmers wat zij van de winst van Forum voor Democratie vinden. Wij vragen de mensen wat ze vinden van de enorme verkiezingswinst van Forum voor Democratie. Heeft u daar mening over? Nee, niet echt. Nee, ik heb daar niet echt een mening over. Nee. Ja, ik vind het geen goede. Ik vind zijn standpunten vind ik heel slecht eigenlijk. Ik mag nog niet stemmen, ik ben nog 17. Ja. Maar als ik gestemd had, had ik toch wel iets van PVV. Nou, eerlijk gezegd vind ik het niks. Ik heb gezegd, als ik die Rutte ooit een keer tegenkom, zal ik het hem goed zeggen. Mensen met kinderen zitten zonder geld, zonder eten. Mensen in de bejaardentehuizen, die mensen hebben nog ineens bijna geen geld, geen plaats. He, mensen moeten maar thuis blijven, die oude mensen. De kinderen moeten er maar voor zorgen. Niet iedereen kan dat. Nee. He, en zieke mensen, die ziekenhuizen, en krijgen bijna geen geld. Maar ze kunnen wel andere dingen doen met het geld. Ik ben het gewoon niet mee eens. En die Rutte, ze moeten echt opstappen. Ik heb daar eigenlijk niks over te zeggen. Oh, nee. Geen mening? Nee, geen mening, sorry. Wat heeft u zelf gestemd? Ik heb niet gestemd, nee. En waarom zeg je dan toch PVV? Heel, heel moeilijk te zeggen, toch? Nou, ik vind een aparte keuze, want ze worden vaak over in kamp gescheerd, hè? Zegt ja, PVV, Forum voor Democratie, maar bij jou niet. Nee, bij mij zijn ze niet over in kamp gescheerd. Ik vind toch twee verschillende partijen. Iedereen die vorm van democratie, die heeft eigenlijk het IQ onder 100. Normaal eigenlijk, democratische stemmen. Ja? Ik vind het normaal. Ik kan me totaal niet vinden in die retoriek van die gast. Wat heeft u zelf gestemd? Ik heb op SP gestemd, op een jongen die ik ken. Moet ik daar... Ja, dat durf ik eigenlijk niet te vertellen. Maar u mag alles zeggen. Ja, maar dan wordt het opgenomen. Dus liever niet. Fijne dag.